Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1139 met een uitzending voor vandaag 21 november 2017. Dus het bulletin van dinsdag. Ja, na de lange uitzendingen van de laatste paar keer is dit een iets kortere aflevering. Vandaag geen deel uit de serie over geheime elektronica. Wel is er een aflevering over propagatie op VHF en UHF. Dit is deel 3 van de serie over VHF en UHF propagatie. Vorige aflevering ging het over de temperatuurinversie, een veel voorkomende oorzaak van grotere afstanden die je kunt werken als er goede condities zijn op VHF en hoger. Vorige keer had ik het over een aantal extreme voorbeelden van goede propagatie, bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee en de Persische Golf. Bij die grotere afstanden die ik hier noemde is vaak sprake van zogenaamd troposferische ducten. Ik weet niet of er een goed Nederlandse vertaling of een goed Nederlands woord voor dat begrip duct is. Het komt erop neer dat de afbuigende werking van de temperatuurinversie in dat geval zodanig is dat er nagenoeg geen signaal meer omhoog gaat, maar dat het volledige signaal terug wordt afgebogen naar de aarde en zo weer terug omhoog. Er ontstaat tussen de laag waar de afbuiging plaatsvindt en het grondoppervlak dan een effect dat vergelijkbaar is met de voortplanting van signalen in een golf. Dit gaat natuurlijk met name goed boven een wateroppervlak. Die laag waarbij de afbuiging plaatsvindt, die kan daarbij bijzonder laag boven de grond liggen, bijvoorbeeld 15 of 20 meter. Je krijgt in dat geval de merkwaardige situatie dat stations met een antenne lager dan 15 meter wel van de goede condities profiteren, maar iemand die veel geld heeft uitgegeven voor een mast van 15 of 20 meter of nog hoger, dat hij de stations op afstand in het geheel niet kan horen. Het tegenstation moet dan uiteraard zijn antenne ook laag genoeg hebben staan om de verbinding mogelijk te maken. In zeldzame gevallen kan zo'n duct zelfs tussen twee lagen ingeperst zijn, waarbij stations met een antenne tussen zeg 10 en 20 meter hoog andere stations met een gelijk hoge antenne wel kunnen werken, maar de stations met een hogere of lagere antenne niet. Ook kan in die andere lagen de goede propagatie ontbreken. Dan kan het gebeuren dat stations met een antenne lager dan 10 meter en hoger dan 20 meter in het geheel niet of veel minder van die goede propagatie kunnen profiteren. Bij de gevallen in de genoemde gebieden rond de Middellandse Zee en de Persische Golf gaat het ongetwijfeld over ducting, omdat de verliezen bij zo'n gevormde duct in de luchtlagen nihil zijn en de signalen daardoor heel sterk. De omstandigheden in die regio's zijn meestal ook gedurende vele maanden rustig. In de tijd van de analoge televisie was het dan tijdens die maanden mogelijk om dagelijks naar tv-stations te kijken die tussen 1500 en 2500 kilometer verwijderd zaten, met name als er alleen water of alleen vlak grondgebied tussen de locatie van de zender en de ontvanger was. Troposferische ducten komen ook veelvuldig voor boven de Atlantische, de Stille en de Indische Oceaan, met staten en landen als Hawaii, Californië, Nieuw-Zeeland, Australië, Indonesië, Brazilië, de kustgebieden van Afrika en bijvoorbeeld Pakistan. Het is daar niet ongewoon dat aan de kust via deze propagatievorm signalen op VHF en UHF worden ontvangen die tot wel 5000 kilometer verwijderd zijn. Deze verschijnselen worden uiteraard ook professioneel gebruikt. Bijvoorbeeld voor het afluisteren door de VS vanuit bevriende landen van de communicatie op VHF en UHF in delen van Rusland. Kenmerkend voor troposferische communicatie is de langzame fading die op de signalen zit. En signalen die bijvoorbeeld sterk genoeg zijn, die zorgen voor een onberispelijke ontvangst van analoge FM-stations over enorme afstanden, inclusief ontvangst van het RDS-signaal en bij digitale radio ook een onberispelijke ontvangst. Bij nog sterkere signalen geldt dit ook voor televisiesignalen op VHF en UHF. Bij Wikipedia onder troposferische propagatie kun je een aantal extreme voorbeelden vinden van de ontvangst op VHF en UHF, zonder de propagatievorm daarbij te noemen. Een voorbeeld is op 18 oktober 1975 Rijn-Muntjewerf in Nederland, die op UHF kanaal 34 het Zweedse station Pajala op zijn televisie ontving, een afstand van 1851 kilometer. Vrij zeker is dit sporadisch één geweest. In 1989 ontving Shell Remington op Hawaii meerdere FM-stations uit Tijuana, Mexico. Dat ligt net onder het Amerikaanse San Diego. Een afstand van 4081 kilometer. Waarschijnlijk ging het hier om een troposferische duct. Op 2 juni van dit jaar, dus heel kort geleden, hoorde een Engelsman in Tadcaster op een standaard autoradio in zijn Nissan Qashqai op de A64 keihard het station Radio Città op 103 FM vanuit het Italiaanse Bologna, een afstand van bijna 1400 kilometer. Dit was waarschijnlijk sporadische E. En op 9 augustus 2012 hoorde een Griekse DX'er op het eiland Pyrgos het station Alger Gene op een frequentie van 97,5 MHz. Het station dat zendt uit vanuit Doukane in Algerije, een afstand van 1900 kilometer. In dit geval kan het zowel tropo als sporadische E geweest zijn.
De aflevering van vandaag leunt vrij zwaar op de tekst in Wikipedia. Het grootste deel van deze serie is gebaseerd op eigen kennis, waarbij ik verschillende naslagwerken gebruik ter verificatie van deze eigen kennis. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 22:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.